In deze film maken we goud. Stel dat ik deze hamer een gouden tint wil geven, dan moet je hem natuurlijk eerst selecteren en je kunt dat op verschillende manieren doen: de lasso-tool, de snelle selectie, onderwerp selecteren. Um, er is genoeg keuze om selecties te maken. Maar ik heb al een beetje huiswerk gedaan en ik heb al een selectie gemaakt van de hamer. Dus die ga ik gewoon even inladen en tadaam, mijn hamer is geselecteerd. Ik zie dat er nog een klein foutje in zit hieronder. Nou, en dat doe ik met de lasso-tool gewoon even heel snel erbij. Zo. Om goud te maken moet je deze selectie gaan vullen met een kleur. En dat doe je natuurlijk op een manier dat je altijd terug kan. Dus dat doe je met een aanpassingslaag. En de aanpassingslagen vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. En dan kies je voor een volle kleur. En de kleur die je moet kiezen, die ligt natuurlijk dichtbij goud. Dat is een beetje geelachtig. Geel, bruin, oranje. Maar we kunnen altijd nog terug, want als je op OK klikt, dan zie je dat de laag gevuld is. Maar dubbel klik je op de kleur, dan kun je hem nog gewoon aanpassen naar iets anders. Nu moeten we Photoshop nog gaan vertellen dat de manier waarop die met deze kleur omgaat, dat dat ligt aan de lager onder. En dat doe je hier via de dekkingsmodus, die zet je van normaal op kleur. Dan blijft de lichtsterkte intact en je ziet we krijgen al een beetje een koperkleurige hamer. Ik ga er nog een klein beetje met curve op aan de slag en dat doe ik dan wederom met een aanpassingslaag. Dus bij het zwart-witte bolletje kies ik voor curve en ik ga er iets meer highlights in trekken en ik trek mijn schaduwpartijen weer terug zodat het alleen maar in de hooglichten gebeurt. Maar je ziet dit heeft effect op heel de foto. Als ik dit nu uitzet, dan zie je ook dat het hout wat lichter is. Nou, geen probleem. Ik kan mijn laagmasker, wat ik daar straks heb gemaakt van mijn selectie. Ik maakte eerst een selectie, toen een aanpassingslaag en dan krijg je automatisch een masker. Ik kan dat masker ook doorkopiëren naar mijn laag met curve. En dat doe je heel eenvoudig door de alt ingedrukt te houden en het laagmasker gewoon naar boven te slepen. Photoshop vraagt of je het moet vervangen en dat is zeker wel de bedoeling. En je ziet, nu hebben mijn curven alleen maar effect op de hamer. En eventueel kun je dus dubbelklikken op je kleur om die wat aan te passen. Sleep hem naar rechtsboven om hem wat verzadigder te maken. Net zolang totdat je een goudtint krijgt waarvan jij zegt: "Ja, daar kan ik me in vinden." En zo eenvoudig is het dus om metalen om te zetten naar goud. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.